Voetballen blijft zijn grote passie. Waar andere voetballers geen energie meer hebben op hun 35e, speelt Dirkie nog even door bij zijn Feyenoord. Het Nederlands elftal heeft hij vorig jaar na 104 interlands vaarwel gezegd. Alhoewel, de vraag is of Dirk nog wel rustig op de bank kan zitten. Ja. Ja, ik kan die vraag voor een deel beantwoorden. Want ik zag je boven kijken naar Oranje. Je staat niet rustig op de bank. Nee, het blijft sowieso... Als je 10 jaar Nederlands elftal gespeeld hebt... en ook veel van de jongens waar je eigenlijk lief en leed mee gedeeld hebt... ook nog op het veld staan, dan blijft dat onwennig. Ja, maar je hebt net iets meer kennis, net iets meer informatie... net iets meer gevoel met wat daar op het veld gebeurt. Wat is er gebeurd, Dirk, sinds jouw vertrek? Ja, nou ja, weet je... Ik denk dat deze generatie, en dan heb ik het dan met name over Sneijder, Huntelaar, Van Persie... jongens die er al lang zitten, gewoon heel succesvol zijn geweest. Alleen in iedere carrière kom je ook moeizame periodes tegen. En eigenlijk vanaf het begin af aan heeft het Nederlands elftal moeite gehad in de kwalificatieperiode. En is het niet gelukt om dat tijd te keren. En daar wil iedereen... dan een antwoord op hebben. Maar soms is dat antwoord niet zo makkelijk gegeven. En wat ik wel wil zeggen is dat... ik ken Robin, Wesley, Klaas-Jan. Die ken ik als geen ander. En ik weet hoeveel ze over hebben voor het Nederlands elftal. En hoeveel pijn het ze doet dat hun doel nu niet gehaald is. Want ze geven er alles voor. En het Nederlands elftal is echt een prestige. Het gaat niet om geld of wat dan ook. Het gaat echt om het uitkomen voor je land. En daarvoor succesvol mee te zijn. Met hart en ziel spelen. Ja, en dat heb ik, ondanks dat er heel veel dingen niet goed gingen vanavond... heb ik dat wel ook wel weer gezien. Het zijn wel de twee, als ik me beperk tot de laatste twee wedstrijden... Van Persie speelt een hoofdrol daarin eigenlijk. Eén, doordat hij op de bank zit en zijn 100ste de laatste 5 minuten mag meedoen. En dan nu door eigen goal, maar ook door een doelpunt. Maar ook door een fragment waarvan we allemaal zullen denken, wat als... penaltyfragment. Ja. Dat is. Dirk, dit moet je me uitleggen. Dat dit nog steeds kan op de internationale voetbalvelden. Laat maar zien hoor. Hij... Ja, het is gewoon heel gek om te zien. Maar dit is de bewondering die ik heb voor Robin. Hij zit in een lastige situatie. Was tot voor kort aanvoerder van het Nederlands elftal. Is dat nu niet meer. Zit op de bank. Komt erin. Probeert dingen te doen. Probeert het Nederlands elftal te helpen. Ja, de mensen die dat nog niet gezien. En dan tot overmaat van ramp maakt hij een eigen goal. Maar heeft hij toch de wilskracht om weer een goal te maken. En hier, dit is gewoon een penalty en een rode kaart. En nog 5 minuten te spelen. Dus dit had wel de wedstrijd heel erg kunnen doen kantelen. Alleen neemt niet weg dat Turkije natuurlijk wel heeft gewonnen. En dat het eigenlijk niet uit had gemaakt.